Het Saramaka-kanaal ontwatert 60% van Groot Paramaribo en Wanica. Daarom is het belangrijk om de schutsluizen en overige sluizen betrouwbaar te maken. Dit zei Satish Mohan, directeur Civiel Technische Werken, gisteren bij ondertekening van het contract van de tweede fase van het Saramaka-kanaalproject. Rehabilitation, doorsteek, ship, lock en sluizen om het ontwateringssysteem verder te verbeteren, zal er ook een pompgemaal in uitkijk gebouwd worden. Dat is belangrijk voor de afwatering om het complete systeem van het Saramaka-kanaal beheersbaar te maken. Wat nu wel uitvalt is rehabilitatie van de schutsluis te uitkijk. Maar binnen onze eigen begroting kijken hoe we dat gaan uitvoeren. Op dit moment is er een aanbesteding voor de noodreparaties die gedaan moeten worden, zodat het betrouwbaar en beheersbaar zijn, dat al beide deuren werken. En dat we dan eigenlijk de dienstverlening naar de scheepvaart kunnen verbeteren, doordat er met de rehabilitatie van doorsteekzijde en de uitkijkzijde, dat er nagenoeg op elk moment geschud kan worden. Mohan geeft verder aan dat er binnenkort ook gewerkt zal worden aan het onderhoud van het Saramaka-kanaal. Het is nu wel schoongemaakt, maar het moet behouden worden. Binnen het ministerie hebben we voorbereidingen voor een aanbesteding daarvoor, om te kijken hoe we dat kunnen optimaliseren. Zodat wat nu bereikt is, dat niet in verval terugraakt. In de komende tijd zal het ministerie meer werk verzetten als het gaat om het ontwateringssysteem.